is een gloednieuwe show, Pias Nieuws. Hier bespreken we de nieuwsfeitjes, video's, muziek en opmerkelijke dingen. En we gaan ook af en toe films bespreken. Dus als er een nieuwe gave film uitkomt, dan bespreken we daar dingen van en laten we de trailer zien en dat soort dingen. Het eerste onderwerp is nieuws over de Foo Fighters. Waarschijnlijk hebben veel mensen dat gehoord, maar we gaan het dus nog even bespreken. Het nieuws gaat over Dave Grohl. Hij viel tijdens afgelopen vrijdag een concert, 12 juni, viel hij van het podium af. Ja, en daarbij heeft hij dus zijn been gebroken. Nu is het dus zo dat daarna was Pinkpop en daar kon ze dus ook niet komen. Ja, nou kijk nu even het filmpje waarbij dit gebeurt. En dan is het gewoon, is het gewoon dat je dat gehoord hebt. Ja, hij loopt naar voren en dan schrijft hij en dan valt hij naar voren. Ja, je ziet echt een pijnlijke val. En je ziet wel dat de andere banden er gewoon doorspelen. Misschien staat hij ook gewoon op en loopt gewoon door. Precies. Maar dat bij deze gevoel dat niet. Het is ook een best wel hoog stuk, weet je wel. Ja, hij is wel hard. Je ziet dat de cameraman, die stond er ook. En die zegt, oké, dan hebben we de slow-mo. Oh, oeh. Bam. Oeh. Die cameraman moest hem echt ontwijken. Ja. De Foo Fighters zijn mijn lievelingsband en ik vind het heel jammer dat dit gebeurd is. We geven ze ook echt onze steun aan Dave Grohl. Dus, ja, als hij dit ooit ziet. En nu is het tijd voor muziek van de maand. Deze keer is het liedje True Survivor van David Hasselhoff. Misschien kennen jullie hem. Het is de themesong voor de film Kung Fury, een over de top actiefilm. Jaren 80, 80. Je moet het maar echt gaan kijken. Het is op YouTube ook te vinden, dus... Hele film is gratis op YouTube te zien. Nou, we gaan even luisteren en kijken. Oké. Ah, dat is hij hoor. Got a permit for those? Ja, het is echt over de top hoor, dus dit kan echt niet, maar... Ja, dan gaat de auto hoor, ja. Hoe kan dat? Hoe kan je zo over de hele hoop met tegelijkertijd schieten? Oh, ja, het goed hoor. Oh, die houdt die jaren 80 muziek erbij. Oh, dat slechte kung fu deze. Ja, ik ga echt niet. Oh, nou die licht op de achtergrond. Ja, dit is echt. Dit kan niet hoor, dit is echt wat te lang. Oh, rot, het licht heeft ook. En een viking met een machine. Ja, dit kan niet. Nou, als je verder wil kijken, kijk dan maar lekker op internet de hele film. En de video natuurlijk, het is een geweldig nummer. En wat ook nog geweest is, is dat deze film was eerst een trailer uitgekomen, toch? Eerst een trailer. Ja. En toen hebben ze gevraagd om te gaan doneren. En dat hebben heel veel mensen gedaan. En toen hebben ze dus een film kunnen maken. Dus dat is wel echt tof van hem dat ze dat hebben kunnen doen. Oké, dit onderwerp gaat over film. En deze keer is de film Spectre, de nieuwe James Bond film. Die gaat uitkomen. Net is er weer een nieuwe trailer uitgebracht. En wij gaan kijken hoe die eruit ziet. De film komt uit op 5 november. En we gaan de trailer bekijken. Filmmuziek is sowieso altijd goed. In Skyfall. Oh, Skyfall. Komt ook weer terug. Goede film was dat trouwens. You've got a secret. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Ooh. Because you don't trust anyone. Volgens mij is dit de laatste film met Daniel Craig, jammer genoeg, want hij is wel echt heel goed. Ja, hij is wel een goede speler, alleen hij wordt wel... Wordt hij wel langzaam, wordt hij wel oud. Oeh. Het is wel duister meteen, hoor. Oeh.
was an MI6. Vaagteken, oké. Dancing in a hurricane, Mr. Bond. Nou, dat kun je sowieso al zien, dat is dus de bad guy. Ja. Welcome, James. Oh nee, dit. It's been a long time. Ook zo'n duistere stem. Zo. Oh shit. Oh, hij zit in de schaduw. Dat betekent. En we gaan hem waarschijnlijk niet zien. Maar Fayad is geloof ik Spectre. Spectre. Zo. So. Dat is wel gaaf. Het zou echt hele goede trainer. Ik vond de James Bond film, ik vind het echt ontzettend gave films. Alleen vroeger, toen waren het eigenlijk hele andere films. Toen was het meer, nu is het meer zeg maar echt een actiefilm. En vroeger was het ook echt wel James Bond met een vrouw ging en dan had hij weer ja, een andere vrouw. Maar ik vind ook wel dat ze juist nu ook wel ja. meer serieuze kanten aangeven. Want ja, vroeger was dat ook wel een beetje, ja. Nu, ik vind het wel goede films. Ik ben wel heel, ik ga er denk ik wel heen. Ik ga er wel ja, sowieso heen gaan. Het is ook een Nederlandse cameraman. Dat is best wel speciaal. Die het heeft gefilmd. Dus dat is wel leuk, dat is wel grappig. Dus dan wat je waar je naar kijkt, is ook gefilmd door een Nederlander. Dus dat is wel leuk. Het volgende onderwerp zijn de opmerkelijke video's. En deze week hebben we een hele moderne of high-tech futuristische video uitgekozen. Deze video dat gaat over hoe de wereld over iets van 20 jaar eruit zal zien. Met, 20 jaar, ik denk nog wel dichterbij. Ik denk dichterbij misschien wel. Dat, het gaat over alle technologie, bijvoorbeeld hoe een iPad eruit ziet en hoe een slaapkamer er dan uitziet en een auto met alle high-tech dingen die we dan hebben. En we gaan even kijken, laten we gewoon kijken. Twee is het ook, hè? Het is een tweede video, die eerder kwam als minder, vond ik. Dit is echt al ontzettend gaaf, gewoon. Maar wat ik me dan al direct afvraag, hè? Als je het nou onder een kastje legt, zo, dat zo laag is, hoe zit het dan? Gaat het dan gewoon, dat ziet het toch heel glitchig uit? Dat kan toch nooit? Dat gaat er niet uit. Dat is net zoals zo'n lamp aan de onderkant van de kast. Dat klopt dan voor mijn gevoel. Hij is doorzichtig ook, hè? Zag je dat? Ja. Oh my god, zo dat cool. Het lijkt mij wel heel gaaf om hier. Ze kiest gewoon de schoenen uit. Ja, ik vind dat ze alleen een hele mooie mogelijkheid, zeg maar. Maar aan de andere kant denk ik wel van, je zal je maar je hele leven met alleen maar dit wonen. Ik bedoel, ik vind nu al, als ik nu met de iPad een half uur of twee uur bezig ben, dan heb ik daarna echt iets van, weg. Dan ga ik dan precies. Maar als je hier de hele dag mee moet leven, iedere dag. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen, dat lijkt me eigenlijk niks. Ja, dat hele natuurachtige van de wereld raakt een beetje weg. Ja, en wat je ook zo meteen nog gaat zien, we moeten misschien maar zo meteen eventjes een klein stukje verder doen. Dan zie je dat ze ook in een bos gaan. En dan zie je dat ze daar ook hele high-tech dingen, ja, in een bos, dat moet je niet hebben. Een bos is een bos. Nee, ja precies, het is natuur, dat moet eigenlijk niet door dat mensen aangeraakt zijn. Nee, dat moet gewoon normaal natuur zijn. En school en zo. En ook school. Nee, dit vind ik wel goed. Ze hebben zonnepanelen, dat is goed. En op zich, de kinderen lopen ook nog wel normaal rond. Dat valt me op. Niet iedereen zit alleen maar op zijn iPad. Wat denk ik wel zo zou zijn. Maar ja, precies. Ik denk dat meer ook heel. Ik denk dat iedereen alleen maar online is dan. Alleen maar aan het FaceTime en zo. Gamen. Kijk, dit klinkt heel gaaf. Het ziet er gaaf uit, maar ik zou het op zo'n manier les willen hebben. Het is ook een beetje verwarrend, inderdaad. Maar voor de rest, het is op zich een best goede. Ja, nou, als je deze video verder wil kijken, kijk, zoek dan op de zoekterm Future World Tech. Nou, dan vind je gelijk deze video of boven. Gewoon Day Made of Glass, zo heet de video officieel. Ja. En dat was het, de eerste show. Dat was de eerste show. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als jullie iets wilt dat we daarop reageren, dan zet je dat in de comments. En, een leuke video, opmerkelijk nieuws of iets grappigs. Of gewoon iets leuks wat wij moeten bespreken in deze show. Ja. Nou, en subscribe natuurlijk en deel het. En Facebook heeft echt likes nodig. Ja, Twitter ook. Ja, echt heel erg. Het valt behoorlijk tegen, als je het zo zeggen. Ja. En subscribe, dat is eigenlijk ons enige wat echt moet.
en like deze video. En ja, wat zoals we zeiden, geef een comment. Tot de volgende keer. Tot de volgende show. Die zal waarschijnlijk over 3 weken uitkomen. Ja. Tot de volgende show. Doei. Doei.